In Word kun je er op veel manieren voor zorgen dat het document leesbaar is. De regelafstand speelt daarin een belangrijke rol. Als je de regelafstand in een alinea wilt wijzigen, kun je dat op verschillende manieren doen met sneltoetsen en via het venster Alinea. Een overzicht in deze hout toe. Ik heb in Word een document met willekeurige tekst geopend, verdeeld in een aantal alinea's. De standaard regelafstand in Word is 1,15. Dat kun je controleren via deze knop. Maar zorg er eerst voor dat de cursor in de alinea staat waarvan je de regelafstand wilt bekijken. Als je de regelafstand wilt veranderen, kun je dat met een paar sneltoetsen doen. Als je Ctrl plus 1 gebruikt, stel je een regelafstand van 1 in. Met Ctrl plus 2 een regelafstand van 2. En met Ctrl plus 5 een regelafstand van 1,5. Via de knop zie je dat dat nu is ingesteld. Je kunt hier ook een andere regelafstand selecteren, bijvoorbeeld 2,5 of 3. Je ziet wel dat de afstand tussen de regels nu erg groot is. Als je voor meer alinea's de regelafstand wilt wijzigen, selecteer je die eerst. Nu kun je bijvoorbeeld kiezen voor 1. Er is nog een sneltoets die je kunt gebruiken waarmee je onder andere regelafstand wijzigt, namelijk Ctrl plus Shift plus N. Je past daarmee de stijl Standaard toe. Het bijzondere doet zich voor dat de gebruikte regelafstand niet 1,15 is, maar 1,08. In eerdere versies van Word was dit namelijk de standaard. Je kunt dat controleren via het venster Alinea, dat je bijvoorbeeld zo kunt openen. Tot slot bekijken we de laatste twee alinea's. Ik open nu het venster alinea via dit pijltje. Je ziet dat de regelafstand exact 7 punten is. Dat heeft in dit geval het gevolg dat de letters niet meer goed leesbaar zijn. Maar als je de lettergrootte wijzigt naar bijvoorbeeld 8, krijgen alle letters wel de juiste ruimte. Je kunt hiermee ruimte besparen in een document. Met name als je bijvoorbeeld in een toelichting of voetnoot een kleinere lettergrootte wilt gebruiken. In de laatste alinea is tenminste gebruikt. Deze staat op 12 punten. Als u nu de grootte van het lettertype wijzigt, blijft de regelafstand in de alinea altijd 12 punten. Tot zover. Deze houdt toe over regelafstand in Word.